Hoi en welkom bij deze korte video op Your Academy. Gisteren, op 2 januari in precies te zijn, kwam Scratch 3.0 officieel uit. Als we naar de website van Scratch gaan, zien we dan ook een grote banner met de knop om naar de online editor van de nieuwe Scratch-versie te gaan. Echter, er staat nergens duidelijk op de site waar je de nieuwe offline-versie van Scratch kunt downloaden. In deze video ga ik jullie dus laten zien waar en hoe je de nieuwe offline-editor kunt downloaden. Allereerst ga je naar je browser en zoek je naar Scratch Offline Editor. Kies nu voor de gelijknamige pagina. Op deze pagina kun je de nieuwe versie van de Offline Editor downloaden. Zorg ervoor dat jouw besturingssysteem geselecteerd staat en klik op downloaden. Als het programma is gedownload, kun je de execution file uitvoeren. Na dit proces is Scratch geïnstalleerd en kunnen we het programma opstarten. Nu kun je aan de slag met het maken van projecten. Ik wens jullie veel plezier met de nieuwe versie van Scratch en hoop dat er op zijn minst net zoveel leuke projecten worden gemaakt met deze versie als bij Scratch 2.0. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer!